Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En vandaag ga ik niet zoeken, maar vandaag ga ik een soort quick start video maken. Dit is de X-Team Pro en dit is een van de populairste metaaldetectors onder beginonderzoekers. Hij is leuk voor jong, maar hij is ook leuk voor oud. Omdat hij gewoon uitblinkt uit simpelheid, maar wel doeltreffend is. Hoe makkelijk ook een metaaldetector is, als je nog nooit een metaaldetector hebt gehad en je krijgt deze metaaldetector, dan kan het soms toch nog een beetje lastig zijn om ermee op pad te gaan. Hoe begin je en hoe ga je succes ervaren? Want alle zelfvertrouwen valt of staat met succeservaringen. Want als je begrijpt wat je doet, krijg je zelfvertrouwen. En als je maar wat aanrommelt en je gaat op goed geluk op pad, ja, dan kan het zelfvertrouwen wel eens een beetje wegzakken. Dus ik ga even een korte uitleg geven over hoe deze metaaldetector werkt. De X-Team Pro. Om hem aan te zetten, drukken we het wieltje in. Deze knop hou je ingedrukt. Maak je een pompende beweging, laat ik straks nog even zien, voor de grondbalans. En de grondbalans doe je om onzuiverheden die de metaaldetector op zou kunnen pikken, uit te filteren. Grondbalans, dat is deze knop, die druk je in en je maakt een pompende beweging. Dan hoor je een geluid, maar je hoort ook een hoge pieptoon ertussen. Op het moment dat je de hoge pieptoon hoort, is de grondbalans klaar. Hoor je dat? Dan zie je hier de verschillende zoekmodus. Dit is jewelry, all metal, dus AM is all metal, coins. En dit is een poppetje, dus dat is je eigen zoekmodus. De sensitivity, de diepte, de discriminatiebar. En hier verschijnt een nummer als je een vondst onder de schotel hebt. Als je één keer het wieltje indrukt, dan kom je in een submenu. En die submenu die kan je dus kiezen. Dit is de sensitivity. En die kan je met pijltjes hoger en lager zetten. Ik raad altijd aan om tijdens het zoeken gewoon hoog te beginnen. Vind je dat die veel lawaai maakt, veel bijgeluiden geeft, dan ga je hem gewoon wat lager zetten. De tweede is discriminatie. Hier ook kan je dus dingen uitzetten. Dus van 10 0 tot 10 en van 10 tot 20 kan je uitzetten en zo voorts. Discriminatie. De discriminatie heb ik net in het schermpje uitgelegd. En waarom zou je bijvoorbeeld een blokje uitzetten? Als je op een gebied bent waar heel veel spijkertjes liggen, kleine ijzeren dingetjes, die klinken zo. Waar ligt die? Die klinken zo. Het kan wel eens irritant zijn, al dat ijzer. Dan ga ik naar het wieltje, dan druk ik de discriminatie in en dan druk ik de eerste uit. Nou is die weg. Dus die hoor je niet meer. Terwijl de munt, die hoor je nog wel. Het volgende wieltje is het aantal tonen wat je wil. Het voordeel van veel tonen is dat hoge conductors een hoog geluid geven en lage conductors een laag geluid. En die conductors die zijn weer aan de nummers die hier komen te linken. Het nadeel is, als je als beginnende zoeker bent, dat je wel eens in de war kan raken door al die nummertjes en al dat geluid. Dus ik zou niet meteen op 5, 6 geluiden zetten. Ik zou hem bijvoorbeeld op 2 geluiden zetten. Dan heb je tot de helft ongeveer een middengeluid. De bovenste helft is een hoog geluid en het ijzer is een soort brommetje. En waarom zou je kiezen voor 1, 2 of meer tonen? Nou, ik heb hier verschillende targets leggen. 1 20 eurocentje, 1 gouden munt en een zilveren munt. Als ik 1 toon heb, klinken ze allemaal hetzelfde. Als ik doorga naar meerdere tonen, dan zie je dat de zilveren munt een hele hoge toon heeft.
En de andere munt heeft een lagere toon. En zo kan je zoveel tonen kiezen als je wil. En zo heeft dus ieder VDI-nummer, of een bepaalde range van zo'n VDI-nummer, heeft een eigen toon. De euromunt is ietsje lager. En de gouden munt is nog lager. Maar het ijzer, die ik alweer teruggezet heb, is echt een brommetje. Wat je kan doen voordat je gaat zoeken, is bijvoorbeeld een lijstje voor jezelf maken van vondsten die je wel en die je niet wil graven. En die als reminder in je zak kan stoppen of even op je telefoon zetten of goed kan onthouden. Zo weet je bijvoorbeeld dat een euro een bepaalde VDI heeft, een zilveren munt, een bepaalde VDI heeft en een zilveren ring, een bepaalde VDI, een stalen ring. Die nummers die zou je voor jezelf even kunnen onthouden als ezelsbruggetje of je wel of niet moet graven. Maar het gevaar ervan is dat je natuurlijk wel een hoop dingen kan gaan missen. Het belangrijkste wat ik eigenlijk altijd hanteer is als het een mooi geluid is met een strakke VDI, altijd graven. Dit was een quickstart voor de Quest X10. Dus als je deze gekocht hebt, je kijkt deze video, dan heb je een klein beetje een handvat van hoe die werkt, wat die doet en hoe je te werk moet gaan. Voor de rest om de goede vondsten te vinden, dat is natuurlijk aan jou. Maar probeer zoveel mogelijk verschillende gebieden uit. Neem eens een speeltuintje, neem eens een strandje, neem eens een mooi oud akkertje, neem eens een stukje bospad. Doe wat je wil en ga lekker op pad. Het belangrijkste is dat je er gewoon heel veel plezier in hebt. Maar ik denk dat als je een beetje weet hoe die werkt en een beetje begrijpt wat zo'n metaaldetector doet, dat het een stuk makkelijker wordt om de hobby op te pakken. Heel veel succes ermee en laat de vondsten zien op mijn Facebookpagina. Ik ben erg benieuwd naar wat jij gevonden hebt.